come home. Hoe zit het nou met het bericht dat wij hebben gehoord? Tenminste, van de week konden we het lezen in een grote krant. Er wordt een film gemaakt over jouw leven. Jij heet Rolf. Ja? Ik heb jou toen een keer op een terras ontmoet bij Café de Toog. Toch? Inderdaad. Ja, ja. Ja, dat is een tegenreclame voor een bepaald café. En toen had je het al over. Ja. Nee, ik ben een beetje trots op dat ik bepaalde dingen toch op een rijtje heb. Ja, nee, het gaat hartstikke goed. Nee, het gaat heel goed. De tram is voor mij een kroon op het werk. Ik vind het mooiste wat er is. Als ik noem, kies je terug. Een Herman Brood pleintje bijvoorbeeld. En een tram, had ik de tram gekozen. Het is rechtstreeks op de tram geschilderd. Dat is ook de eerste keer. Want meestal doen ze dat met fotografische hubbeldepub. En gewoon pop met klodders erop, alles. En het, dus, het gaat op lijn 2 gaat vanaf het Centraal Station over de Leidsestraat. Willemsparkweg en dan ben je in het onbebouwde kom en dan komt hij weer terug. Ergens in het weiland. Ja. Nou, we hebben nu zo vaak over die tram, dan willen we hem ook zien. Wij waren erbij, dat zei ik al. We hebben het gefilmd. Ik ben benieuwd. Let op, zo komt hij. Je ziet je eigen tram. Dat is leuk. Ja, ik kreeg mijn dokter. Ik had de papa gemaakt. Ik had niet dat hij op zijn kant lag, weet je. Maar, Ik had er eigenlijk misschien zelfs al 2 dagen voor moeten uittrekken. Ik had een meisje ervan zat. Keihard werken. Wat vind je ervan, Rolf? Wat vind je ervan, Rolf? Ik vraag je iets. Zit jouw kunstwerk? Schilderijen, als je het zo maar noemen. Die worden verkocht voor heel veel geld. Maar dit verkoop je voor 25 gulden. Het duurt nog lang, ik moet die laatste tram nog halen. Nee. Bijna.